Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is zaterdag vandaag. En zoals jullie in de weekvlog al hebben kunnen zien, had vandaag een hele andere dag geworden. Ik had eigenlijk al lang en breed in Groningen moeten zijn. Dat hadden we in eerste instantie zo afgesproken. Maar helaas, door omstandigheden hebben we dat even moeten uitstellen en gaan we daar een nieuwe afspraak voor maken. Dus nee, dat is wat het is. Wel een voordelige bijkomstigheid is dat ik, in plaats van dat ik van de week voor mijn nagels ging, vertelde ik dat dat niet doorging, dat ik dat vandaag ga laten doen. En kijk, dat is ook wel echt hoog nodig. En het heeft hier weer de hele ochtend geplenst. Maar goed, het is nu droog en volgens alle apps blijft het droog de rest van de dag. Dus ik ga wel lekker op de fiets die kant op. Dus dat vind ik fijn. En ik zal jullie nog even de goodiebag laten zien die ik gisteren op het evenement heb gekregen. Want voor Stichting Vooral, die heeft het georganiseerd. En nou ja, zoals je ziet is dat een belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, zoals zij het zelf noemen. Nou gebruik ik altijd liever het woord handicap. Want ik vind handicap dekt gewoon de lading, want dat is wat ik heb. En beperking vind ik zelf altijd heel erg negatief, want ik ervaar geen beperking. Dus ik zeg altijd liever handicap. Maar goed, dat is natuurlijk ook iets heel persoonlijks. Dus waarschijnlijk zijn de meerdere. Ja, ik weet niet of ze er onderzoek naar hebben gedaan, maar waarschijnlijk zullen de meerderheid beperkingen fijner vinden of zo. Nou, dan gaan we maar eens even kijken wat er allemaal in zit. Oh, dat is leuk. Ze hebben er een boekje in gedaan van de Onbeperkt 070, prijs 2019. En in dat boekje staan alle initiatieven die zijn ingestuurd, die dus helaas niet hebben gewonnen, maar je ziet echt hele leuke, met foto's erbij, allerlei initiatieven. Dus die ga ik nog wel eens doornemen. Vind ik wel leuk om te kijken wat mensen allemaal hebben ingestuurd. Dan zit daar het Plus Min magazine in. En volgens mij is dat een magazine over sporten. Ja, hier staan eigenlijk alle dingen in. Op sportgebied voor mensen met een handicap in Den Haag. Dus dat is leuk. Ga ik ook eens even kijken, want misschien zie ik nog dingen die ik niet ken. Dus dat is altijd leuk. Er zit voornamelijk, of er zit eigenlijk alleen maar papier in, heb ik al gezien. Dat vind ik dan stiekem toch een beetje jammer, want een goodiebag, dat ze noemden het ook echt een goodiebag. Dus dat geeft toch eigenlijk wel een beetje iets anders aan. Maar goed. Een dienst die vooral aanbiedt voor mensen met een handicap. Voor aanvragen bij de WMO. Als je daar zelf niet uitkomt. Of als je daar hulp bij nodig hebt, dan leveren ze die hulp. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Verder, ja, dit is wel leuk. Dit is van Brouwerij De Praal in Den Haag. Nou lust ik zelf niet echt bier, dus ik kende dat niet. Maar het is wel grappig, want zij zijn volledig rolstoeltoegankelijk. En ook voor blinde mensen, dove mensen. Die hebben het goed voor elkaar qua toegankelijkheid. Dus logisch dat die hier dan ook reclame maken. En wat is dit? Dit is ook heel erg leuk. Dit is de Stichting Haagse Sportstimulering. En ook dat gaat weer over sporten in Den Haag. Dus dat is ook heel erg leuk. Ga ik ook even lezen om te kijken wat er allemaal gaande is. Zij doen ook heel veel met paradarten. Dat is tegenwoordig best wel een hot topic en wordt ook best wel veel over gepubliceerd. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Deze mensen, dit was echt heel erg leuk. Want dit is het
The Upside Café. En daar werken mensen met een verstandelijke beperking. Nou weet ik niet of dat Brownies en Downies hetzelfde is. Of dat dat weer iets anders is. Want dat is een soort gelijk. En zij verzorgde gisteren tijdens het evenement de catering. En dat deden ze echt super goed. En oh, dat waren echt lekkere hapjes en dingetjes. Dat hadden ze heel erg leuk gedaan. Ja, een folder van Vooral Zelf. Logisch. Ook die willen natuurlijk gewoon reclame maken. Een deurhanger of een koffer. Wat is het? Oh! Dat is ook wel leuk. Kijk. Als er nou ergens een obstakel is, kun je deze eraan hangen. En dan kunnen mensen zien van ja leuk, maar je staat in de weg. Ook wel grappig. En dan zit er nog... Nou, nee, dit is... Even kijken, dit is ook van Vooral. Even kijken wat dit is. Oh, dit is de algemene folder van Vooral. Een folder van het platform Onbeperkt Haags. Hè? Dat is ook het platform wat samen met Vooral dit heeft georganiseerd. Dit is een andere platform. En dat platform heet Ongehinderd. En toevallig, het interview wat ik van de week had met dat meisje, heeft... wat wil ik zeggen? Die werkt samen met Ongehinderd voor haar onderzoek. Dus dat is wel grappig. En Ongehinderd is eigenlijk het meest bekend van de app die zij hebben gemaakt. Dan zag ik hem hier ergens voorbij komen. Ja, een app. En die app heet ook gewoon Ongehinderd. En met die app kun je dus informatie vinden over toegankelijkheid en dergelijke van gebouwen, invalide parkeerplekken. Ja, als je wat zoekt op het gebied van toegankelijkheid, kun je dat in die app vinden. Ik gebruik hem zelf eerlijk gezegd niet. Maar ja, als je het handig vindt, kun je hem gebruiken. En dan een folder van bicycletten. Want in Scheveningen bij de bicycletten, bij de Strandweg Haven, daar staat echt een heel wagenpark aan rolstoelen, rollators. Of rollatoren, wat is het? Rollators toch gewoon. Een fiets, een rolstoelfiets, elektrische rolstoelen, handbewogen rolstoelen. Allemaal voor op het strand. Dus dat is natuurlijk wel echt heel erg tof. En die kun je daar huren voor een klein prijsje. En dan kun je lekker het strand op. En ja, ervaar je daar ook geen hinder meer. Dus logisch dat die ook in de goodiebag zitten. En toen was die leeg. Ik ga zo richting de nagelstudio. Ik heb gehoord dat ik daarna eventjes naar mijn ouders ga. Want mijn moeder gaat mijn voeten even doen. Mijn nagels knippen en zo, daar kan ik allemaal zelf niet bij. Dus dat doet zij even heel fijn voor me. We moeten nog heel even iets voor de bruiloft doen. Dus ik vermaak me vandaag wel. En voor de rest heb ik besloten dat ik lekker make-uploos, sieraadloos door het leven ga vandaag. Ik heb er even geen zin in. Ik zie jullie later weer. Zo, goedenavond. Het is echt al uren en uren verder. Ik ben naar de nagelstyliste geweest. Dit is het geworden. Kun je het nou goed zien? Ja, zie je, er zitten een beetje gouden glittertjes overheen. Gefietst heen en terug. Dus dat was iets van 17 kilometer. Dus dat was ook lekker. Toen ben ik gelijk door naar mijn ouders gegaan. Want mijn moeder heeft even mijn voeten gedaan. Toen hebben we nog wat bruiloftsdingen gedaan. Ik heb daar gegeten en even boodschappen gedaan. En nu ben ik thuis. En is het 7:05, dus nog lekker vroeg. En ik zie dat
de vloggersgroep weer bericht heeft. Dus die ga ik zo even lezen. En dan ga ik even kijken wat ik ga doen vanavond. Zo, goedemiddag. Het is zondag. Het is al 11:55. Ik doe gewoon niet zoveel vandaag, dus dan valt er ook niet zoveel te vloggen. Ik ga straks wel even naar mijn vader, want het is Vaderdag vandaag. Dus voor alle vaders, hele fijne Vaderdag. En voor iedereen voor wie Vaderdag lastig is, sterkte vandaag. Oh jongens, kijk nou. Zon! Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik straks even een rondje ga fietsen. Ik weet nog niet hoe en wat, maar ja, op zich wel zin in. Want we hebben om 3:00 bij mijn ouders afgesproken. Dus als ik nu even ga eten, dan kan ik om 1:00 weg. Kan ik 1,5 uur of 2 uur fietsen of zo. Dus daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Gisteren ook niet zo heel veel gedaan. Gewoon een lekker rustig weekend nog even. Komende week wordt druk zat met alle voorbereidingen. Ik bedoel, zoveel is er nou ook weer niet meer te doen. Maar toch wel even leuk. Ik denk dat ik deze weer uit ga trekken, want het is een trui, dus best wel warm. Is eigenlijk niet nodig. Ja, dat weer weet je het gewoon echt niet. Dus ik ga eens even kijken of ik een luchtiger shirtje kan aantrekken. En dan gaan we even kijken wat het vandaag brengt. Ik heb inmiddels een t-shirtje aangetrokken en ben ook al even naar buiten geweest. Want ik was gisteren even naar Lidl gegaan, omdat ze daar blauwe bessen in de aanbieding hadden. En die eet ik natuurlijk iedere ochtend in mijn kwark met granola. Maar het filiaal waar ik gisteren was, hadden ze niet meer. Dus ik dacht, ik ga vandaag even naar het andere filiaal. Maar helaas, daar hadden ze ook niet meer. En toen ben ik nog even naar Kijkduin gegaan. Want ik dacht, dan laat ik jullie nog even de zandsculpturen zien die daar zijn, dacht ik. Want ik zag op Facebook bij een aantal mensen voorbij komen dat ze daar geweest waren. Het zag er best wel tof uit. Nou, denk ik dat het met het gewoon noodweer van de afgelopen dagen gewoon niet zo lekker is blijven staan. Wat natuurlijk heel logisch is. Maar die kon ik dus inderdaad niet vinden. En ik vond het ook nou niet zo. Ik bedoel, het zonnetje schijnt toch en het ziet er best lekker uit buiten. Alhoewel, de wolken, ze krijgen nu ook alweer de overhand. Maar zo lekker was het niet. Maar goed. Ook even gekeken hoe Kijkduin er nu voor staat. Maar dat is oké. Dat wordt ook steeds triester. Echt zonde. Ik hoop echt dat ze zo snel mogelijk klaar zijn met het opknappen. Want er is niet veel meer van over hoor. Dat vind ik echt heel jammer. En nu ben ik weer thuis en ga ik straks lekker naar papa toe. Zo, ik ben weer terug van mijn ouders. Het was super gezellig. We hebben heerlijk spaghetti gegeten, dus dat was leuk. En nog even buiten op balkon gezeten, heerlijk. Natuurlijk even over de bruiloft gehad. Of eigenlijk praktisch alleen maar over de bruiloft gehad. Want ja, zo werkt dat dan, hè. En zij hadden het over een televisieprogramma wat zij altijd kijken. En daar werd ik erg nieuwsgierig naar. Dus ik ben het nu aan het terugkijken. Chateau Meiland heet het. Ik vind het echt hilarisch. Die man schijnt in Ik Vertrek te zijn geweest. Nou kijk ik daar nooit naar, dus ik ken het niet. Maar ik ben nu bij aflevering 1 begonnen. Het zijn er een stuk of 4, 5 geloof ik. Dus ik ga nog even verder kijken, want ik vind het echt heel erg leuk.